Dit is wat ik normaal onder mijn fietspoetsen versta. Maar een racefiets, daar kun je maar moeilijk zomaar een emmertje water over gooien. Hoe maak je een racefiets schoon? Dit is de fiets van Brian van Goetem. Dit is hem zelf. En hij kan heel goed poetsen. Ja, de bedoeling is wel als die vies is, zeg maar, dat ik hem wel poets. Dus als er een paar slikspettertjes op zitten, dan moet hij toch schoon zijn. Een paar slikspettertjes? Ja, eigenlijk ben ik wel van mening dat ik niet met een vuile fiets kan vertrekken. Oké, en als je echt een flinke tocht gemaakt hebt, wanneer poets je dan je fiets? Ja, eerst verzorg ik mezelf wel. Dus eerst douchen, eten en even op adem komen. En dan een uurtje daarna of zo, dan poets ik wel eigenlijk direct mijn fiets. Dus, zeker als het heel nat geweest is. Voordat de modder opgedroogd is? Ja, ja. Wat gebruik je? Het zijn voor me namelijk schoonmaakmiddelen. Dus, emmertjesop? Emmertjesop, ja. En lekker warm water? Ja, lauw water en verder een goede ontvetter voor de ketting. Dat alle zanddeeltjes die in de olie aangehecht zitten, die eruit halen. Ja, met Dreft of met een auto wax, zeg maar, zo'n autoshampoo. We beginnen eerst met de ketting, om die schoon te krijgen. Dus met een kwast. En een beetje ontvetter. Een tandenborsteltje voor de details. Dit is ook belangrijk. Hij moet wel, daarna wel goed schoongemaakt worden. Want hoe belangrijk is dat? Dat is het belangrijkste. Want anders dan plak iedere keer alle zandkorreltjes er opnieuw in. En die zandkorreltjes die zorgen er ook weer voor dat je ketting sneller slijt. En ja, dat werkt als schuurpapier, zeg maar. Vervolgens goed afsproeien met water, dat alles er goed van tussen loopt. En vervolgens met een spons en wat lauwe water met autowas even alles goed schoonmaken en modder vrij. Hoe lang doe je erover? In een snelle versie een half uur. En dan soms nog in de wax zetten nadien. Dus dat is, maar dat doe je niet drie keer per week? Nee. Ja, één keer in de week. Als het heel mooi weer is, dan vind ik dat wel. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar dat is ook een beetje, er zijn ook renners die het nooit doen. Ik ben wat dat betreft redelijk secuur op mijn materiaal. En ja, ook al is de fiets gesponsord en niet van mezelf, dan ik vind dat hij er mooi uit moet zien en blinken. En dan rijdt hij lekkerder? Voor mijn gevoel wel, maar dat is al meer dan genoeg, hè. En dat is ook het voordeel van schoonmaken. Je ziet al onderdelen eigenlijk van je fiets voorbij komen. En je ziet ook of er mocht er een scheurtje zijn of een spaakbreuk of... Ja, je kan alles eigenlijk wel... Ja, je ziet alles voorbij komen en dat is wel het voordeel van schoonmaken. Jij vertelt het alsof je schoonmaken bijna net zo leuk vindt als fietsen. Ja, eigenlijk ook wel. Ja? Ja, soms na een heel lange training heb je er echt geen zin meer in. En zeker na de winter, als zo de eerste zonnige dagen zoals afgelopen week, er zijn daarbij ook wel eens blij dat je niet hoeft schoon te maken, want het is altijd een uurtje extra werk. Dus waarschijnlijk komt het er toch op neer dat je fiets gepoetst is als je hier weggaat. Heb jij nog een speciale tip? Vooral hou die tandwielen schoon en de ketting. Dat is het belangrijkste onderdeel van de fiets samen met de remmen. Zand is de grote vijand. Ja, absoluut. Een krakende ketting is funest. Mijn tip voor het schoonmaken van de fiets: gebruik een oude tandenborstel voor het schoonmaken van de ketting. Kom overal makkelijk bij en je krijgt er toch de zanddeeltjes van tussen.